Welkom bij het COVID-19-journaal. We bevinden ons op het terrein van KKF, waar vandaag de 10.000ste persoon is gevaccineerd. We hebben natuurlijk gesproken met enkele mensen die hier ook zijn gevaccineerd. En de minister die komt ook even aan het woord. We hebben het volgende verslag voor u. Nee, is bekend voor die coronavirus, dan is bescherming tegen de ziekte voor mij en voor die andere mensen die het hebben dan, of die nog niet hebben. Dus ik wil niet dat ik vrij ben, maar ik moet voorzichtig zijn. Hoor ik met die COVID-regeling. Dat... Het is een ziekte die iedereen vanaf wil zijn. Dus je moet geprikt worden. Het is belangrijk. Je save jezelf, je save je familie en de rest van de gemeenschap. Dus ik vind het wel zeer belangrijk dat iedereen zich komt te registreren om te vaccineren. Ik wil de samenleving oproepen. Bent u thuis? Behoort u tot de risicogroepen? Hebt u al geregistreerd en u behoort tot de groep 40 tot 60 jaar met onderliggende ziektebeelden? En dat zijn de meest gangbare: suikerziekte, nierziekten, hoge bloeddruk, overgewicht en andere onderliggende aandoeningen. En bent u 60-plusser, maar ongeacht de onderliggende aandoeningen en hebt u geregistreerd, maar u bent nog niet teruggebeld, dan mag u zich gewoon aanmelden bij het KKF. Ook al hebt u zich nog niet geregistreerd, mag u zich ook aanmelden. Ik wil wel duidelijk stellen, 40 min, iedereen die onder 40 jaar is, behoort niet tot de prioriteitsgroep op dit moment. Dus die mensen moeten nog even wachten, we weten het, iedereen popelt. Als we dat hadden gezegd, zou het hier zo druk zijn, want we weten hoe graag die groep weer gevaccineerd wil worden. En ik snap het ook, maar de mensen boven 40 jaar sowieso, met onderliggende aandoeningen en 60 jaar, ongeacht aandoeningen, die zijn hier van harte welkom. De organisatie is goed voorbereid. Er zijn continu mensen die gaan en komen. U gaat het zelf zien als u buiten staat en filmt. De mensen komen en gaan omdat het een goede flow is. De mensen komen, je moet er wel rekening mee houden. Dat het denk ik een uur op zich kan duren. Of 1 tot 2 uur, afhankelijk van de drukte. Maar het is worth waiting, zeg ik. Het is het wachten waard. Omdat die bescherming, nadat je van hier wegloopt, jou eigenlijk veel meer garanties biedt dan gewoon thuis te blijven. Dus komt u, neemt u die informatie. Ook hier zijn er alleen doktoren, verpleegkundigen. Als u hier ook geïnformeerd wenst te worden, ik kan u garanderen dat er mensen hier zijn die die onzekerheden van u ook kunnen wegnemen. Mijn wens, en dat heb ik al kenbaar gemaakt aan de organisatie, en we gaan er alles aan doen, om de volgende week in de districten ook aanwezig te zijn. En ik heb me laten vertellen dat het wordt het westelijk deel. Maar ik wil ook graag dat we naar Wanica gaan, komen wij in. Feitelijk overal. In de volgende week zijn wij ook met een team van het ministerie in het binnenland. En echt wel in het binnenland. Waar wij met het traditioneel gezag ook gaan praten om de motivatie bij die groep teweeg te brengen. Er zijn wat beperkingen daar, afstanden, logistiek. Maar we gaan praten, het Medische Zendinstituut vandaag ook hier. Dus ook hier zie je dat ze worden ingewerkt. Dus dat. En uiteraard, alle districten in de kustvlakte, overal in Suriname moeten we feitelijk
terecht. Maar daarvoor is er een goede organisatie voor nodig. Dus de volgende week proberen we dit model misschien in kleiner formaat te kopiëren naar de verschillende districten. Want ook de districtsmensen die moeten gevaccineerd worden. Er is een bericht verschenen in de media waarbij aangegeven wordt dat de regering mogelijk over zou gaan tot opheffen van de lockdown. En dat bediscussieerd zou worden. Ik ben even voor mezelf nagegaan waar dat gesteld zou zijn. Maar voor zover ik me kan heugen heb ik dat nimmer gesteld. De lockdown, heb ik steeds keer op keer gezegd, is voor ons zeer cruciaal. Het heeft ons, enorm veel winst opgeleverd. En ik wil dat even wegnemen omdat men een link maakt naar bijvoorbeeld een groot feest welke opkomst is. Of een gedenkdag zoals Pagwa. En men denkt dat de regering dan gaat opheffen zodat mensen vrij kunnen gaan feesten. Laat me dat duidelijk stellen dat de regering niet overweegt om die lockdown op te heffen. We zijn juist heel blij met die lockdown. Wij zijn juist zeker dat het nachtleven daardoor onder controle is. Het intieme wat in het nachtleven plaatsvindt, welke als superspreader kan zijn, een superspreading moment kan zijn, dat wij dat nog onder controle hebben. Dus vooralsnog geen opheffen van lockdown. Laat me dat duidelijk stellen. Het tweede is dat men over Pagwa heel veel twijfels heeft. Aanstaande maandag komen we met een statement vanuit de regering. Ik moet het nog bespreken. Maar we moeten met z'n allen beseffen dat superspreading events ook nu in die gunstige situatie de aanzet kunnen zijn en de prikkel kunnen zijn voor een derde golf. We zijn nu bezig, u ziet wat de inzet is hier van de mensen om zoveel mogelijk de mensen te beschermen. Iedereen wil die bescherming, iedereen wil een normalisatie. Maar wacht even, want Pagwa in grote dingen, ik zie allerlei events georganiseerd worden, ik keur het af. En we gaan het 100%, we gaan 100% alles eraan doen dat mensen in huiselijke sfeer, mag je Pagwa vieren. Ik ben ook hindoe, je mag me Pagwa vieren. Maar ik zal niet toestaan dat er evenementen georganiseerd gaan worden. En ik denk dat de regering dat ook kan begrijpen en moet begrijpen. Dus maandag aanstaande kom ik met een statement over Pagwa. En we zullen alle onzekerheden daar op dat moment wegnemen. Omdat die link onterecht gelegd wordt met de regering dat wij Pagwa willen faciliteren. Dus laten we daar duidelijk in zijn. Ik ben in elk geval blij dat wij op dit moment al na 3 weken, pakweg 3,5 weken, de 10.000ste Surinamer hebben kunnen vaccineren. Het geeft aan dat 10.000 Surinamers op dit moment in ieder geval een partiële, dus gedeeltelijke bescherming hebben. Natuurlijk moeten ze nog geen tweede prikje krijgen, maar als je de eerste hebt genomen, zie ik niet waarom je de tweede niet zou nemen. Dus in elk geval, het besef komt langzaam aan. Deze 10.000 personen die vandaag gevaccineerd zijn, zijn ook onze influencers. Het zijn ook onze mensen die buiten werken, mensen die ergens een positie hebben en die mensen gaan ook voor ons beïnvloeden. Er zijn ook veel mensen die kijken en zeggen van nou, laat een groot deel van de samenleving eerst gevaccineerd zijn, dan kom ik. Dus we hebben alle tijd en geduld, we moeten wel beseffen dat vaccins op dit moment zo gewild zijn in de wereld dat wij niet moeten sollen met onze voorraden. We moeten ze efficiënt gebruiken en dat is onze bedoeling. Dus elke movement, elke activiteit die mensen kan laten vaccineren, weliswaar nog steeds aan onze vaccinatiestrategie, waarbij we eerst de 60-plussers, de ouderen dus, de mensen met onderliggende aandoeningen, eerst gaan vaccineren en daarna naar de algemene populatie gaan. Dus we willen niet, we kunnen ook onze 50.000 vaccins binnen een week opmaken. Dat is als we iedereen oproepen om te vaccineren, maar dan is de strategie verkeerd. We hebben in Argentinië en Palestina gezien, men heeft dwars door de gemeenschap gevaccineerd en ze zitten nu in de derde golf.
Dus dat willen we niet. We willen slim vaccineren. We moeten slim vaccineren met onze hoeveelheden. De strategie toepassen dat de meest kwetsbare mensen eerst worden gevaccineerd. En daarna gaan we door. Wij zorgen voor als regering dat er voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn in de loop van de tijd. En dat die pogingen worden continu ondernomen. En we zijn ook bezig om een aantal vaccins ook te bestellen. We hebben vanuit de COVAX facility drie tranches van 26.400 AstraZeneca vaccins onderweg. Die komen hoogstwaarschijnlijk in de eerste of tweede week april. Maar dan zitten we nog met wat doses die we hebben uit deze batch. Dus we hebben een continuïteit. Dan de volgende maand erop weer en dan nog een maand in. Dus drie tranches van 26.000. En daarna gaan we door, want we hebben nog meer in planning. Uiteraard komen er steeds meer vaccins ter beschikking. Er worden steeds meer vaccins zo meteen beoordeeld door de WHO. En zodra ze goed zijn bevonden, approved zijn, we hebben gezegd, we gaan alleen vaccineren met WHO-approved vaccins. Dus als de WHO daar goedkeuring aan geeft, dan kijken wij serieuzer naar. We kijken er allemaal nu, maar we kijken heel serieuzer naar wanneer ze al door de WHO zijn goedgekeurd. We zijn heel blij dat in elk geval de voorlopige analyses en onderzoeksresultaten vanuit de Europese Unie ook gekomen zijn. De EMA en de landen die dus uit voorzorg, ze hebben steeds gezegd, ze keuren het niet af, maar uit voorzorg zijn ze gestopt. En de bedoeling is dat de landen weer gaan opstarten. We zijn blij. Wij als Suriname hebben gezegd, wij gaan gewoon door. Want wij waren overtuigd van de bevindingen van de WHO. Dus we gaan even door, maar we blijven uit de resultaten afwachten. Als er zaken zijn die verontrustend zijn, zullen we uiteraard ook ingrijpen. Wel dat ik mijn verantwoording heb opgesteld en ik ben er tevreden mee. Ik ben al de 60 gepasseerd, ik heb onderliggende factoren en ik heb me goed laten informeren omtrent die COVID-toestanden. En ik heb begrepen dat het vrij veilig is en Suriname gaat zich heel verantwoordelijk opstellen om iedereen te beschermen. Dat zeg ik altijd. Ik zie hier vertegenwoordigers. Directeur Stasoli, komt u ook even dichterbij. Ik zie vertegenwoordigers. In elk geval, ik zie een groep vertegenwoordigers hier. Een groep met vertegenwoordigers van verschillende organisaties, om het zo te noemen. Een hele grote organisatie. Ik ben vandaag hier uitgenodigd om uiteraard ook aanwezig te zijn. Om te zien wat de opzet is. Het zou feitelijk de vorige week al plaatsvinden. Maar ik ben in elk geval heel enthousiast naar hier gekomen. En ik ga nog enthousiaster weg. Omdat ik zie dat er een zeer grote organisatie met een professionele inschatting en een professionele opzet heeft kunnen realiseren. Ik heb begrepen dat er een aantal organisaties erbij zijn. Dus ik wil jullie stuk voor stuk allemaal bedanken. Als minister van Volle Gezondheid, dat jullie dit op zich hebben genomen. Het bedrijfsleven, Rotary, Lions, BOG, MZ, Rode Kruis, wie nog meer? Telesuur, Staatsolie, Wanika Ziekenhuis, Academie Ziekenhuis, de co-assistenten, de medische studenten, PCS, prima. En uiteraard. Betekent het hier dat jullie hebben getoond dat jullie met jullie nationaal gevoel
iets willen realiseren. Dat is eigenlijk de onderliggende gedachte. We weten allemaal hoe belangrijk die bescherming is. En ik ben blij dat de regering kan rekenen op jullie. En wij zullen uiteraard deze opzet verder moeten uitbouwen met elkaar. Dus hierbij krijgen jullie van mij alle directeur AZ zie ik ook, alle ondersteuning, alle support, alle tools die wij nog kunnen aanleveren, dat hoor ik wel. Maar wij willen dit model willen wij kopiëren naar de rest van Suriname. En dat moet de volgende week al gebeuren. Ik heb het al besproken met dokter Van der Hils, met dokter Naomi. Ik hoop, Lions en alle anderen, su voor su, dat wij met dit model kunnen aantonen dat we in recordtempo onze samenleving kunnen beschermen. Uiteraard conform onze plan, vaccinatiestrategie. Wij gaan alles op alles zetten. Ik heb net vanmorgen met de DC's gesproken, die al hebben aangegeven dat ze alle medewerking willen verlenen om met een goed plan naar de districten te gaan. We hoeven niet alle 10 districten in één keer te doen, maar als we naar 2-3 per weekend kunnen gaan en daar ook onze targets halen, dan zijn we uiteraard blij. Maar iedereen in Suriname gaat vandaag kijken hiernaar. We waren live op CDS. We hebben het live gepromoot. Dr. Jesseren heeft het ook opgeroepen. We hebben allemaal opgeroepen. En we hopen echt dat die targets gehaald worden. Ik wil jullie dus heel hartelijk bedanken, officieel. En ik kijk uit naar de volgende week, waar we in kleiner verband met deze setting kunnen gaan beslissen wat het wordt. We gaan de DC's nog erbij toevoegen. Ministerie RO, ministerie van Binnenlandse Zaken. We gaan de medische zending, ga ik al komende week naar het binnenland om met de gramang en het traditioneel gezag ook de boodschap te brengen. We kunnen beeldmateriaal meenemen hoe het hier is gegaan. De mensen zijn positief, we moeten alleen de mensen nog een beetje overtuigen. Er zijn grote hordes die we nog moeten overwinnen. Dus in elk geval, bedankt. En wij zullen uiteraard in touch blijven, maar u mag wel rekenen op de ondersteuning van de regering. En dat zal zeker met deze beelden die vandaag de media ingaan, zullen de mensen steeds meer en meer beïnvloed worden om het ook te nemen. Dus nogmaals, mijn dank is groot. Yes? Well, ik denk dat het belangrijk is dat je laat vaccineren op basis van de informatie zoals het ons bereikt heeft. We weten dat COVID rondom ons tekeer gaat. En alles wat wij kunnen doen om ons te beschermen tegen dat virus, zullen we zeker moeten doen. Dus dat is de reden waarom ik hier sta, ook om gevaccineerd te worden. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat wij heel gericht kijken naar waar we naartoe gaan als samenleving ook. We willen mensen in leven, we willen mensen gezond, we willen mensen niet op de IC, we willen mensen niet zien sterven, we willen in leven. En ik denk dat dit vaccin ons ook helpt, hè, om te kunnen leven, om te kunnen functioneren. Suriname heeft gezonde mensen nodig. Suriname heeft mensen nodig die in staat zijn om te werken aan de ontwikkeling en de opbouw van het land. Op alle verschillende gebieden waar wij de mogelijkheid voor hebben. En ik denk dat dit ons mede bijdraagt dat wij het ook optimaal kunnen doen. Dus ik hoop van harte dat mensen met name mijn voorbeeld volgen en zich laten vaccineren. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. Als u nog niet geregistreerd bent, doet u dat altijd op de website bogsuriname.com of latjevaccineren.sr of gratis bellen naar 178. Morgen hebben we weer hier een vaccinatiedag en als u onder 60 jaar bent met onderliggende ziekte en natuurlijk 60-plussers die geen onderliggende ziekte hebben, bent u van harte welkom om hier te vaccineren. Tot dan!